De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden, VIDS, blijft erbij dat de overheid geen bemoeienis mag hebben in bestuursvormingen van de inheemse. De VIDS is de gesprekspartner van de overheid wanneer het de inheemsen regadeert. En dat zegt Carlo Lewis, hij is hoofdbestuurslid. Hij geeft aan dat er niet alleen wordt gesproken over het traditioneel gezag, maar ook over grondrechten. En zo, over tak verschillen, om een lezing over tak in een VP, zeker drie lezingen over een situatie die zie. En ik ben beloofd dat ik een rokken en tapu, maar ik wat twijfel ben de. Maar we betekent dat twijfel nu moest de, omdat we naar traditioneel gezag en we begeleiden een proces, zodat die een proces kan op een boom verloop. En we hebben geen een probleem moro in het proces van San Waka. Want ik vader trouwens dat ik een fasifa apsa volgens een zelfbeschikkingsrecht. En een recht dat aan ons zomaar recht. Nou, een recht zou abi internationaal. Als krivi in een handvest voor en verklaring van de rechten van inheemse volken, dat inheemse volken abi een recht voor kiezen voor doen. Vader wang zet den dorp bestuur. Vader wang bepaalt den tori. En at dit appe. Lewis is van mening dat er niets van die gesprekken terecht is gekomen. Waarom er getwijfeld wordt, snapt hij helemaal niet. Wat zich in Powaka heeft afgespeeld, hoefde niet uit de hand te lopen, meent hij. Tak als een situatie komt bakatak. Nee, want Losanko in een media bakatak vorige kapitein in contact in een rechtmatige of wettelijk of wat dan ook. Maar ano moest deso, ano ben moest deso schrijfschrijfie. Vooral dat Theo Gielman dat terug naar afvolkbaar. In elkaar doen als aan het bakken. Dus we zijn zo dat aan of VIDS kon bepalen of OZEP kon bepalen dat Sergio Sabayo naar kapte voor kan afvolk. Voor Powaka bepalen. Ja toch? Naar afvolk voor Powaka bepalen als aan dat die. Aan we begeleiden een proces. Maar wat Sergio Sabayo moest de, een leider voor Powaka dat is maar kiezen, dat is maar bepaald dat zo aan moest de. Dus, wie lek VIDS doe een gedeelte. Een bureau, een directeur de lid, ja, mevrouw Céline Frans. De briefie, de nodige bescheiden, zouden we moeten gaan naar het ministerie van, Ros. Dan go. Zo so, heb je een procesverbaal dat naar Wang. Dan ga je neem voor de, een nieuw bestuur, de kapitein, dan ga je basjas, dan ga je gegevens. En ook toe een briefie go naar een minister van Ros. Op 8 oktober jongs vorig jaar. De VIDS hoopt dat het ministerie de beschikkingen van het bestuur in orde kan maken, zodat er geen misverstanden zijn tussen de overheid en het traditioneel gezag.